Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 29 oktober. Het wordt een dag vandaag met flink wat zon, alleen in het warre gebied kan vanochtend nog wel een enkel buitje vallen. Temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 5 en de 7 graden. Dat is vrij fris, het heeft ook vannacht in het noordoosten en oosten licht gevroren. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden, blijft het vrijwel overal droog en ligt de temperatuur tussen de 10 of 11 graden. De wind die waait uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig. Vanavond is het helder en de temperatuur daalt dan weer snel naar een graad of 4. Komende nacht kan het in het binnenland weer licht gaan vriezen. De wind wordt oostelijk en morgen voert die frisse lucht aan. En dat betekent dat het morgen niet veel warmer wordt dan 9 of 10 graden. Wel is het zo'n weer en is het nauwelijks bewolking, blijft ook overal droog. Uit de wind is het waarschijnlijk wel een paar graden warmer voor het gevoel. Ook donderdag is er nog flink wat zon. Later op de dag wel wat meer hoge bewolking, maar het weer slaat echt om op vrijdag. Want dan neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het ook enige tijd regenen. Ook in het weekeinde is het wat wisselvallig weer en kan er van tijd tot tijd wat regen vallen. Maar de temperaturen gaan wel omhoog en ook s'nachts wordt het minder koud.